Remco, Emma, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Nog een paar nachtjes slapen en dan is het voor de tweede keer een soort digitale Koningsdag, hè? Het is even niet anders nog. Nog een jaartje. Ja, het is Ja. eigenlijk net één dag te vroeg, hè? Want de Ja, 28e 28 gaan we helemaal open. gaan we weer open. Ja. Maar goed, dat hebben ze niet voor niks waarschijnlijk de Nee, waarschijnlijk 28e als Koningsdag nog twee gedaan. dagen. Ja, dan had dat ook weer langer geduurd. Nee. Zeg, jullie hebben een mooie oranje kant gemaakt, dus er gaat toch nog wel heel wat gebeuren. Ja, uiteindelijk hebben we met de Oranje Vereniging een heel programma in elkaar proberen te zetten, zodat eigenlijk voor alle Leidenaars dat er iets leuks is waar ze aan mee kunnen doen. Over het algemeen digitaal natuurlijk. Dus dat hebben we op een programma gezet. En dat staat nu ook in de krant. Ja. En dat is op dit moment is iedereen daarmee bezig. Ja, want Emma, in de aanloop naar Koningsdag kunnen mensen al aan allerlei dingen meedoen, hè? Ja, klopt. Zoals. Nou, verschillende onderdelen. Er is een fotowedstrijd. Ja. Oranje Leiden heet de fotowedstrijd. We hebben Een mooie eigenlijk kleurplaat. kleurplaat, dat is Voor de de tweede voor kids. de kinderen, ja Ja. zeker. En Leiden's Got Talent, een soort talentenjacht. Waar als je kan zingen, dansen, muziek maken, kun je een filmpje opsturen. En dan zullen we op Koningsdag de prijzen bekendmaken. Of Dat de gaan we ook hier winnaars, laten ja. zien. En Ja. dan hebben jullie ook een loterij. Ja, we hebben dit jaar iets nieuws erbij gezet. Als Oranje Vereniging in Leiden hebben we een Koningsdagloterij opgezet. Een nieuw aspect. En we willen gewoon in Leiden een leuke loterij hebben, maar ook voor een goed doel. We hebben gekozen om dat voor het hospice Isoria te doen Ja, dit jaar. aan de Burggravenlaan. Aan de Burggravenlaan, waar mensen in hun laatste levensfase over het algemeen verblijven. En om daar gewoon heel, die worden daar gewoon heel erg goed verzorgd. En daar willen we een bijdrage aan gaan doen. Zij willen graag zonnepanelen gaan installeren. En daar willen wij ook dus vanuit de loterij een bijdrage gaan doen vanuit dit jaar vanuit de Oranje Vereniging. Ja, want zij worden natuurlijk vaak gesteund door allerlei activiteiten het hele jaar door. Ja, Klopt. die voor een deel natuurlijk niet doorgegaan zijn. Klopt. Zij hebben natuurlijk ook, zoals heel veel goede doelen, gewoon veel minder inkomsten. Ja. Dus, en misschien dat wij daar gewoon als Oranje Vereniging, maar vooral eigenlijk als heel Leiden en alle Leidenaren daar een kleine weten bijdrage aan kunnen doen, zodat dat. En zeker met zonnepanelen heeft dat ook op lange termijn een heel gunstig gevolg voor hun uitgaven. Dus dat Nou, zou. vertel, hoe komen we aan die loten? Ja, ook daar kun je via de Oranje Vereniging Leiden voor onze website, maar ook via Facebook en ook via Instagram, kan je zien de loten die je kan kopen. Je kan één lot kopen al vanaf 2,50, maar nou ja, eigenlijk is het onbeperkt. En er zijn gewoon heel veel leuke. Het is een online loterij. Het is een online loterij. En je kan tot de 27 ochtends 9 uur kan je loten kopen. En ik wil eigenlijk een aantal leuke, weet het, prijzen even laten noemen Ja? die er zijn. Er is een leuke rondvaart. Er zijn overnachtingen. Er zijn dinerchecks. Stadswandelingen. Zelfs eentje met Henri, onze burgemeester. Een VIP-seizoenkaart. Seizoenkaart voor ZZ Leiden, een kinderstep, er zijn Leidse kookboeken, escape room, diverse andere boeken, roeiclinics, brunchboxen, high teas Ja, in de stop tech maar, want ze Leiden. kunnen maar tot de 27e toch Er kopen. is echt heel erg veel, dus alleen daar doe je het natuurlijk niet voor, dat is een leuke bijkomstigheid. Je doet het voor een goede doel, dus koop alsjeblieft, als elke Leidenaar nou één lot zou kopen, zou het natuurlijk helemaal geweldig zijn. Dus ik zou iedere Leidenaar. We weten vragen, koop alsjeblieft een lot voor Hospice Historia voor 2021. Op de dag zelf, wordt er in de stad nog iets georganiseerd of is dat echt nog te vroeg? Nou, door ons niet. Dus nee, wij doen het echt digitaal. De live show hier bij de Sleutelstad, waar dan onze onderdelen naar voren komen, maar in de stad niet. Ja. Nee. Maar Remco, alle Leidse bakkers hebben natuurlijk oranje tompoezen. Oranje tompoezen overal vanaf, weet het, waarschijnlijk dit weekend al Ja. leverbaar zijn. Dus ik denk dat er best wel het een en ander op klein lokaal en op wijkniveau best wel het een en ander wordt gedaan. Alleen dat is niet vanuit de Oranje Vereniging eigenlijk weet het, opgezet. Alleen ja, als mensen natuurlijk in hun eigen straat iets doen, dan kan dat natuurlijk. En dat is natuurlijk alleen maar hartstikke leuk. En de weersvooruitzichten zijn redelijk. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat wel het een en ander mogelijk is en kan. En vandaag is ook wel een beetje een bijzondere dag, want Vandaag wordt Hallo. de vlag weet het, weer ingepakt van Molen de Valk. Wat eigenlijk al een aantal jaar weet het,
een grote eyecatcher is, zowel in Leiden, maar ook in Nederland. Maar ik zie het af en toe zelfs op wereldwijd dingen waar je het voorbij komen, dat het toch wel een heel bijzonder ding is in Nederland en in de hele wereld. Hij wordt vandaag ingepakt door de alpinistenvereniging uit Utrecht, die doet dat altijd. Dus aan het eind van de dag is dat helemaal in rood, wit, blauw. Ja, want die zijn wel echt even bezig, hè? Die zijn echt wel een aantal uren. Ja, uur drie, bezig. Vier uur, zoiets, ja. Ja, dus echt wel een dingetje. En aan het eind van de dag moet dat in vol ornaat zat. En we laten hem altijd hangen tot na 5 mei, omdat dat natuurlijk ook een beetje bij het rood, wit, blauw hoort. Dus, tot en met zondag, geloof ik, hè, kunnen mensen, kinderen hun inzendingen insturen. Ja. En dan hebben we dan dinsdagmiddag hier de prijsuitreiking. Ja. De jury komt dan vertellen wat de mooiste foto's zijn, de leukste acts. Ja. Wat valt er te winnen? Ja, dat is nog geheim. Dat is nog een verrassing. Ja, zeker. Gaan we allemaal dinsdagmiddag zien. Ja, zeker. Ja. Ja. Kan me niet verklappen. Als mensen nog wel willen inzenden, kunnen ze dat hier in de krant vinden waar dat heen moet? Zeker, het staat allemaal in de krant, maar het staat ook allemaal op de website. oranjeverenigingleiden.nl. Daar kun je eigenlijk alles vinden. En daar kun je de kleurplaat downloaden, ook weer uploaden. Foto's kunnen daarop, de filmpjes. Alles kan op de website. Ja. En je kan ze ook gaan volgen via Instagram, Oranje Vereniging Leiden. Dus dat is wel heel erg leuk om daar ook aan te gaan haken. Dan zie je ook continu nieuwe zaken die er boven komen. En mensen kunnen gaan volgen. Ja. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Dus, wat inzendingen voorbij zien komen ook. Dus van andere mensen die al een foto hebben geüpload. Ja, als je zegt van ik wil een leuke foto. Kijk, wat staat er al? Wil je zelf in Nuuk zeggen? Ja. Oké, dat is er al. Dan ga ik zelf iets leuks verzinnen. Dus dat is ook wel heel erg leuk om daar in ieder geval ook op aan te haken en op in te kijken van wat er kan. En bijna alles kan, als er maar een oranje en een Leiden thema in zit, wat betreft de foto's in ieder geval. Ja. Nou, jullie veel succes de komende dagen nog en dan zien en spreken we elkaar dinsdag hier verder. Zeker, oké. Dankjewel.